Oké. In het weekend was ik veel te lui om mijn haren te kleuren. Maar ik heb het losgemaakt. En ja, sorry, Tjarek is in de achtergrond bezig zich klaar te maken voor het werk. Maar ik wil jullie wel even wijzen. Het resultaat van de. Hoe noem je dat nou weer? Tonkaolie. Behandeling. Het was eigenlijk een LCO-behandeling. LCO is liquid oil, liquid cream en oil behandeling. En dit is wat ik nu heb. Van voren is mijn haar veel kroeser, dus meestal zit het niet zo mooi van voren. Maar dit is wat ik heb gekregen. Ik ga het nog even zo laten. Kijk hier, kijk zo mooi. Ik ga het nog even zo laten voor vandaag. En misschien ga ik dan een andere dag het kleuren doen. Maar voor nu ga ik even genieten van deze lekkere volle krullen. Kijk eens, zo mooi. En lekker soepel ook nog. Dus, again, ik ben super tevreden over de tonka oil behandeling. Het heeft heel goed uitgepakt. Even naar de start. Naar de start. Goedemorgen. En ik kan je niet zeggen hoe ik geniet van het haar. Het ziet er echt geweldig uit. Ik ga eventjes wat inkopen doen. En dan weer gauw naar huis. Want voor zij die het niet wisten, ik werk van huis uit. Dus ik heb de luxury om. Kijk, kijk dat haar. Kijk. Ik ga voorin een beetje aanpakken als ik naar huis ga. Maar ik heb de luxury om even gauw inkopen te halen. En dan weer naar huis te gaan. Allemaal terwijl ik aan het werk ben. Dus. Tot zo. Nou, dat is de hal. Dat is hoe het heet. En dat is waar je kan zitten en eten. En ik ga nu even kijken of ik wat organische spullen kan vinden om te koken vandaag. Ik wil wat groene bananen, zodat ik wat bananenfriet kan doen. Zie je? Zie je hoe leuk het is? Heel erg leuk. Alles is organisch. Er is een plek waar je kan zitten en dat is daar naar binnen. Ik ga niet binnen filmen, maar we spreken elkaar. Oké. Ik ben eruit. Ik heb geen bananen gevonden, maar wel lekkere ham. Kijk eens. Lekkere ham en ook nog kippenhaartjes. En degene die weten te koken. Die weten dat kippenhaartjes de beste zijn om te gebruiken voor een sambal. Dus ik ga dan een lekkere sambal maken. En ik ga weer richting huis. Want het is al minstens een 3 kwartier dat ik op straat ben. En ik heb zo meteen een meeting. Dus dan ga ik heel gauw naar huis. Ik zie jullie later, andere keer. Tot gauw, guys. Bye. Ops. Oh, zo gauw ben ik ingesloten geworden door allerlei auto's. Oké, daar is onze auto. See you soon. Bye. Zo. Finally ben ik thuis. Intussen is er wat wind gaan zitten in het haar. En dat maakt het alleen maar soepeler. Want toen ik in de stad was, toen was er nog weinig volume erin. Maar je ziet dat het, naarmate ik het los heb, er steeds meer volume in gaat zitten. Eigenlijk was het leuk dat ik jullie op stap heb gebracht. Een beetje op stap heb gebracht. Misschien doe ik een volgende keer echt een video waar ik jullie laat zien hoe ik mijn shoppings doe hier dichtbij in Faversham. Maar dit is het dan geweest voor vandaag. Nogmaals, ik ben zeer tevreden over die tonka oil.
En ik kijk er naar uit om weer een voorraadje aan te schaffen. Ik wil elk een die bezig is zulke producten te vervaardigen, bemoedigen. Ga ervoor. Er is heel veel potentie. We hebben heel veel mogelijkheden in Suriname. De ingrediënten zijn daar, de grondstoffen zijn daar. We moeten slechts innovatief en creatief zijn en we moeten die durf hebben om ervoor te gaan. In ieder geval ben ik altijd enthousiast om nieuwe producten uit te proberen, vooral als het Surinaamse producten zijn. Dus heb jij iets waarvan je denkt, hé, je zou graag willen dat ik het uitprobeer? Stuur me een PM of reageer op deze video, mijn YouTube-channel. En dan kijken we hoe ik het hier zou krijgen in Engeland en hoe ik het ga uitproberen. En je laat weten wat ik ervan vind. Ik zei het al, mijn haar is van voren erg kroes. Dus wat ik later ga doen is van deze crème, gel zeg maar. Bon hair, zo heet het, bon hair. Ga ik dan een beetje voorin plakken. En dan wordt het helemaal glad en dan zit het goed. Ik ga je even wijzen hoe ik dat doe. Trouwens, ook van achteren is dat haar heel mooi gaan zitten hoor. Maar dus dit is wat ik dan doe. Een beetje van de dingen plak ik hier voorin. En dan is het echt gaan wrijven. Erin. Eigenlijk moet ik het borstelen. Maar intussen kennen jullie mij. Ik ben niet een prang-prang persoon. En gelukkig heb ik ook niet een man die van mij eist dat ik allerlei soort van prang-prang en geweldigheid doe. Dus, maar als je heel goed kijkt, dan kun je zien dat het haar al heel glad strijkt. Kijk. Dit is echt die tonka oil, hè, die ervoor zorgt dat het haar zo veerkrachtig en soepel is. Maar dus, dit is hoe ik het dan erop plak. En deze Bon Hair Gel komt uit Nederland. Ik kreeg het altijd op voorraad van mijn oudste zus, Valerie. En dan zit ik goed. Dan heb ik meestal mooi glad haar van voren. Alhoewel ik het helemaal niet erg vind hoor, als mijn haar er soms kroes uitziet, want dat is gewoon een verwijzing naar mijn roots. Ik ben een hele trotse Afro-Surinaamse, dus ik hoef niet altijd al mijn kroese punten glad te hebben. Maar dit is wat het wordt, dus als ik straks die gel goed ga plakken erop. Ik heb een meeting, dus dan wil ik er goed verzorgd uitzien. Ook al is het een online meeting via Teams, dan nog wil je altijd ervoor zorgen dat je er goed uitziet. Dus, dit is het. Oh ja, en ik zal jullie ook nog wijzen welke dingen ik zou doen. Welke kleur ik zou proberen te zetten in mijn haar. Dat is deze. Van dit merk. En het is de eerste keer dat ik mijn haar een kleurtje ga geven. En ik ga proberen er het beste van te maken. En als ik het eenmaal heb gedaan, dan laat ik jullie weten hoe dat afloopt. Ja, die kleur is wel een hele mooie kleur. De haar is ook zo prachtig. Dus we zijn benieuwd wat mijn haar ervan gaat maken. Aboom! Ik zie jullie. Heb een fijne, gezellige, voorspoedige. Maandag, maak het tot een vruchtbare maandag. Vandaag is 13 september. Ja, 13 september. En ik ga aan de slag. Doei!